De financiële geletterdheid in Suriname moet verder vergroot worden, stelt Anoushka Sonay, president van de American Chamber of Commerce voor Suriname, AmCham, in een gesprek met de redactie. Een betere financiële geletterdheid zal ertoe leiden dat Surinaamse organisaties meer aansluiting zullen krijgen tot de internationale markt. Al onze leden of onze leden dan zijn vooral de international oil and gas companies. Dus die hebben daar ook specifieke behoefte aan facilitering van hun belangen. Maar ook facilitering van partnerschappen met Surinaamse bedrijven. Want zij zoeken natuurlijk leveranciers. Ze zoeken partners met wie ze samen een aantal van de onderwerpen kunnen doen. En dat soort van processen faciliteren wij. Ook faciliteren we onze leden om zich ready te maken om voor deze sector straks te gaan kunnen werken. En ik mag met trots zeggen dat een aantal van onze leden recent met het Blue Wave programma hebben meegedaan. Een paar van hen hebben de Gold Badge gehaald, dus dat is dan een hogere badge dan gewoon een reguliere. En dat geeft aan dat ook zij zich gesterkt voelen om zich ready te maken voor het werken in deze sector en die local content te helpen bevorderen. Sonay geeft verder aan dat door het verbreden van de internationale markt er meer mogelijkheden binnenstromen. Recentelijk is de AmCham benaderd door grote Amerikaanse firma's. Het is vooral spannend omdat er ook heel veel interesse is vanuit Amerikaanse bedrijven in Suriname. AmCham is recent benaderd geworden door een internationale law firm, een Amerikaanse grote law firm die klanten heeft zoals Sony, 3M, American Airlines, Allianz. En zij hebben nu Suriname ook op hun vizier en wilden samen met AmCham een partnership aangaan om te kijken hoe ze in Suriname ook partnerschappen kunnen aangaan. We zijn ook benaderd geworden door een internationale investmentbank en die is in verschillende landen actief. Het is een Amerikaans investmentbanker die een hele belangrijke rol heeft gespeeld of speelt bij obligaties, zowel in SAD's als in USD's. Maar die kijkt dus nu ook naar Suriname om hier te komen investeren en partnerschappen aan te gaan. De AmCham is een organisatie die de handelsrelatie tussen Suriname en de Verenigde Staten faciliteert en ondersteunt. Het volledig interview met Anoushka Sonay kunt u morgen terugzien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 9 uur 's avonds.